Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We gaan vandaag in uitzending 420 verder met de studie over de Romeinenbrief. Paulus is begonnen om stap voor stap uit te leggen waarom God niet anders kan dan zijn oordeel over de mensen uit te spreken. In hoofdstuk 1 lazen we over het diepe verval van mensen die God aan de kant hebben gezet. Afgoden namen zijn plaats in. De seksuele immoraliteit kende geen grenzen en het ging van kwaad tot erger. De gemeente in Rome zal veel herkend hebben om zich heen. Het Romeinse Rijk stond bekend om haar decadentie en meer godendom. De vorige keer zijn we verder gegaan met het betoog van Paulus. Hij schrijft dan dat we niet te vlug moeten denken dat wij beter zijn, want elk mens doet dingen die tegen Gods gedachten ingaan. En daarmee staat iedereen schuldig voor God. Daar gaat de apostel in hoofdstuk 2 op door: hij heeft daar vooral de arrogante houding van de Joden op het oog. Iemands afkomst zal echter niet helpen om recht voor God te kunnen staan. Paulus wil vooral hen heel duidelijk maken dat alle mensen zondaars zijn. Uiterlijke vroomheid is niets waard. God ziet wat er in het hart leeft. Op een dag zal Jezus Christus dat aan het licht brengen. Het kennen en hebben van de wet maakt iemand niet anders. Godsdienstigheid brengt geen redding. Alleen door geloof in Christus kan iemand rechtvaardig worden. God ziet er naar uit dat mensen dat doen. Dat is de reden dat hij nog geduldig wacht met zijn oordeel. Het komt, maar God wacht nog op de terugkeer van zoveel mogelijk mensen. We gaan nu verder met Romeinen 2. In de vorige uitzending hebben we gezien hoe de Apostel Paulus als reactie op de Joodse arrogantie vijf beschuldigende vragen stelt. Het gaat om het schrijnende verschil tussen theorie en praktijk, tussen woord en daad, tussen dat wat men beweert te zijn en dat wat men echt is. Paulus ondermijnt de Joodse gedachtengang dat zij enkel en alleen door het bezit en de kennis van de wet bij God een bevoorrechte positie innemen. Hij zegt. Maar als u anderen onderwijst, waarom onderwijst u zichzelf dan niet? U beweert dat men niet mag stelen. Steelt u zelf dan niet? U zegt dat men geen overspel mag plegen. Maar wat doet u zelf? U zegt dat u een grote afkeer van afgoden hebt. Toch profiteert u van de tempel. Laten we die vijf beschuldigende vragen eens onder de loep nemen. In het Jodendom van toen moest men wel toegeven dat het onderwijs van de rabbis niet altijd overeenkwam met hun levenspraktijk. Ook de Heer Jezus vestigde daar al de aandacht op. In Matthäus 23, versen 3 en 4 zegt hij: Daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En zij leggen ze op de schouders van de mensen, maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. In de tweede vraag gaat het om het stelen. Vanzelfsprekend was dat vanuit Exodus 20 verboden. Toch werd in de praktijk aan diefstal, door Joden van niet-Joden, niet veel aandacht geschonken, en moest je iets dat door een niet-Jood was verloren, niet terugbrengen. Ten derde, in de synagoge werd ook zeker echtbreuk verboden. Maar uit de tradities blijkt dat ook rabbijnen niet vrij waren van de neiging tot overspel. Ten vierde merkt Paulus terecht op dat de Joden van zijn dagen een afschuw hebben van de afgoden. Maar hij voegt eraan toe dat ze tempelroof plegen. Wat bedoelt hij daarmee? Afgodsbeelden waren meestal van goud of zilver en werden gerecupereerd. Met het goud en het zilver van de afgodsbeelden hadden sommige Joden geen moeite. Maar daarmee overtraden zij de wet van God. In Deuteronomium 7, vers 25 staat namelijk: De beelden van hun goden moet u met vuur verbranden. Het zilver en goud dat erop zit, mag u niet begeren of voor uzelf nemen, anders wordt u daardoor verstrekt, want het is voor de here uw God, een gruwel. Als wij van onze afgoden af willen, is het ook niet de bedoeling dat we ze recupereren. Ik wil u graag twee voorbeelden geven van ervaringen die ik zelf meegemaakt heb. Een man kwam eens naar mij. Hij zei dat God hem duidelijk had gemaakt dat hij moest stoppen met roken. Maar hij had nog heel wat sigaretten liggen. Hij vroeg me of ik hem kon helpen ze te verkopen. Een ander gebeuren is van een vrouw die Jezus wilde aannemen. Ze was diep verstrikt geraakt in occulte lectuur. Ze vond dat ze afstand moest nemen van haar boeken. Maar tegelijkertijd vond ze het geldverkwisting om ze te vernietigen. Ze was van plan om ze te verkopen aan een tweedehands boekenwinkel. Romeinen 2, versen 23 en 24. U die een de wet roept, onteert u God door de overtreding van de wet, want de naam van God wordt, zoals geschreven is, door u toedoen gelasterd onder de heidenen. Paulus' laatste vraag vat de voorgaande vragen samen. Bij stelen, echtbreken en tempelroof gaat het namelijk om overtredingen van de wet van Mozes. De Joden zijn er fier op dat zij de wet van God kennen. Paulus confronteert hen met een zelfverheffend roemen vanwege het bezit van de wet en de arrogantie, omdat ze vinden dat zij aan de wet voldoen. Want de praktijk valt serieus tegen. Door het overtreden van de wet onteren de Joden God en halen zij naam door het slijk. De scherpe woorden van Paulus zetten ook een mens vandaag stil bij zijn of haar eigen leven als christen. Zijn wij christenen leesbare brieven van Christus? Romeinen 2, vers 25. Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Paulus heeft de eerste grond waarop de Joden dachten bij het oordeel van God gerechtvaardigd te worden weggenomen, namelijk een vermeende gerechtigheid uit de wet. In dit vers ontneemt de apostel hen de volgende verontstelde bescherming tegen het oordeel van God, namelijk de besnijdenis, het teken van Gods verbond. Het besneden zijn heeft alleen waarde als men de wet gehoorzaamt en doet, maar is waardeloos als de wet wordt overtreden. Op het nut en de betekenis van de besnijdenis komt Paulus terug in Romeinen 3 en 4. Binnen de rabijnse traditie werd het belang van de besnijdenis overschat. Men meende dat het teken van de besnijdenis een zekere garantie bood om de hemel te mogen binnengaan. Juist door het overtreden van de wet bewijst men zijn onbesnedenheid van hart. Ook vandaag zijn deze dingen actueel. Een lidmaatschap van een kerk, het gedoopt zijn of het ontvangen van een sacrament kan een valse gerustheid geven. Want er is geen mens die de hemel kan binnengaan op grond van een lidmaatschap van een bepaalde kerk, of omdat hij of zij is gedoopt. Alleen op grond van het volbrachte werk van Christus is er een plaats bij de Vader in de hemel. Ook door het houden van de wetten van God. Is er geen toegang, omdat een mens de wetten van God niet kan houden? Romeinen 2, versen 26 en 27. Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? De stelling van het vorige vers wordt nu omgedraaid in de vorm van een vraag. Als je het overtreden van de wet een besnijdenis tot onbesnedenheid maakt, zal dan niet door het houden van de wet een onbesnedenheid tot een besnijdenis worden gerekend? Een meerderheid van de rabbijnen zal deze gedachte zeker afwijzen, want volgens hen kon een heiden alleen langs de weg van de besnijdenis deel krijgen aan het heil van God. Net als in vers 14 voert Paulus hier een denkbeeldige situatie ten tonele. Maar God zal bij het oordeel niet kijken naar het feit of iemand al dan niet besneden is, maar wel of iemand zijn wil heeft gedaan. Wat voor de Joden onvoorstelbaar en ongehoord is, zal gebeuren. Bij het gerecht zullen heidenen die de wet hebben gehouden, de Joden die haar hebben overtreden, oordelen. De Heere Jezus heeft het zelf gezegd in Matthäus 12, vers 41. Daar staat: De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel, samen met dit geslacht. En zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Romeinen 2, versen 28 en 29. Want niet hij is Jood die het in het openbaar is. En niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt. Maar hij is Jood die het in het verborgene is. En dat is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Niet hij die in het openbaar een jood is, is een echte jood. Nee, een echte jood is iemand die zich in zijn hart met God verbonden heeft. Het gaat er niet om of men lichamelijk besneden is, maar of het hart en gedachten voor God geopend zijn. Iedereen die zo'n levensverandering heeft ondergaan, krijgt zijn eer van God, niet van mensen. Mozes had lang geleden al in Deuteronomium 10 vers 16 gezegd Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halstarrig. Het gaat dus om het hart, het geweten van de mens. Romeinen 3 vers 1. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Door te stellen dat er bij God geen aanzien des persoons is en dat de Joodse nationaliteit en besnedenis geen doorslaggevende criteria zijn bij het oordeel van God, heeft Paulus de indruk gewekt dat het als Jood geboren zijn of het ontvangen hebben van de besnijdenis geen enkel nut heeft. Maar dat is niet wat de apostel bedoelt te zeggen. Daarom stelt en beantwoordt hij zelf deze vraag. Romeinen 3, vers 2. Veel, in alle opzichten, want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. In Romeinen 3 noemt Paulus maar één belangrijk punt waarin de Joden veel voor hebben op anderen. Een aantal andere aspecten komen in Romeinen 9 aan de orde. Maar de vele voorrachten die het Joodse volk heeft, zijn geen reden tot arrogantie, en de speciale verkiezing van Israël vrijwaart hen niet voor het oordeel. Als eerste punt noemt Paulus dat God zich juist aan de Joden heeft bekendgemaakt en hun Zijn woorden heeft gegeven. In de praktijk gaat het daarbij niet alleen om de woorden van de wet, maar ook om de profeten en geschriften. Deze woorden heeft God aan het volk toevertrouwd als een gave en een opgave. Ze moeten worden bewaard, onderhouden en in acht genomen, en daarnaast ook worden doorgegeven. Gods heilsplan moet via Israël aan de hele wereld worden bekendgemaakt. Romeinen 3, vers 3. Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen? Met het noemen van het eerste voorrecht van het Joodse volk roept Paulus opnieuw een vraag op, nu van christelijke zijde. Paulus schrijft namelijk aan de gelovigen van Rome. Wat hebben de Joden aan het woord van God, als ze er toch niet met geloof op reageren? Zal God daardoor dan ook ontrouw worden? Nee, God beëindigt zijn verbond, zijn plan met Israël, niet omdat sommigen ongelovig zijn. Romeinen 3, vers 4. Volstrekt niet. Zo achter moet het zijn. God is waarachtig, maar ieders een leugenaar, zoals geschreven staat. Opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt, en overwint wanneer u oordeelt. Met een krachtige ontkenning verklaart Paulus dat Gods trouw niet door het menselijke ongeloof wordt teniet gedaan. God is inderdaad trouw wat betreft de uitspraken en beloften die hij heeft gedaan. Zo trouw dat in het licht daarvan ieder mens een leugenaar is. De tweede helft van vers 4 is een citaat uit Psalm 61, vers 6, de psalm waarin David zijn schuld voor God beleidt. In deze schuldbelijdenis houdt David niet aan zijn eigen vermeende gelijk vast, maar geeft toe dat hij een zondaar is en dat God in zijn oordeel rechtvaardig is. Romeinen 3, vers 5 Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek op menselijke wijze. Een aantal versen lang blijft Paulus stilstaan bij de rechtvaardigheid van God. Paulus heeft al vaker gemerkt dat bepaalde Joden bewust een verkeerde conclusie trekken uit wat hij hier zegt en dat zij geprobeerd hebben het onderwijs van Paulus in een verkeerd daglicht te stellen. Hun redenering is als volgt: Door ons ongeloof blijkt Gods trouw des te duidelijker. Door onze leugen blijkt Gods waarachtigheid. Als onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bewijst, dat wil zeggen beter doet uitkomen, is God dan wel rechtvaardig als gij de mensen straft? Naarmate de mens zondigt, ontvangt God namelijk meer eer. Is het niet onredelijk dat God de mens straft, die door zijn zondigen juist Gods scheerlijkheid en verhevenheid bevestigt? Paulus schaamt zich om als gelovige een dergelijke vraag naar Gods gerechtigheid of rechtvaardigheid te stellen. Daarom voegt hij toe dat het een menselijke gedachte is. Met andere woorden, de ongelovige die deze vraag stelt, is een leugenaar en God gaat hem op een dag als een leugenaar aan de kaak stellen. Waarom? Omdat de trouw van God echt is en niet kan worden veranderd. Johannes zegt in 1 Johannes 5 vers 10, Wie gelooft in de zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. Omdat gij niet geloofd heeft, het getuigenis dat God van zijn zoon getuigd heeft. Met andere woorden, het is een slag in het gezicht van God om niet te geloven dat hij zijn zoon gaf om voor de mensheid te sterven. Daarmee wordt God tot een leugenaar gemaakt. Romeinen 3, vers 6. Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? De gedachte dat God onrechtvaardig zou kunnen zijn, wordt door Paulus met kracht van de hand gewezen. God is niet onrechtvaardig, anders zou hij toch geen rechter van de wereld kunnen zijn. In Genesis 18, vers 25 staat. Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doet. Dan zal het zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn? Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Dat God de wereld zal oordelen was ook voor de Joden een vaststaand feit. Zij het dat zij dachten dat God alleen de heidenen zou oordelen. Romeinen 3, versen 7 en 8. Want als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan toch nog als zondaar geoordeeld? En het is toch niet zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen? Laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt. De verdoemenis van hen is rechtvaardig. In deze verzen wordt de scherpe vraag van vers 5 herhaald. Met de eerste persoon, ik, neemt Paulus de woorden van één van zijn tegenstanders in de mond. Deze tegenspreker probeert het onderwijs van Paulus ten aanzien van de zondigheid van alle mensen belachelijk te maken met de vraag... Dat als God meer eer ontvangt door zijn oneerlijkheid, waarom hij dan nog als zondaar wordt veroordeeld? Het bijdragen tot Gods heerlijkheid en eer is de erkenning van zijn absolute gerechtigheid, heiligheid en verhevenheid boven de mens. Moet een mens daarvoor gestraft worden? Sommige tegensprekers beweren zelfs dat het logische gevolg van het onderwijs van Paulus is dat de mens rustig kan zondigen, omdat God erdoor verheerlijkt wordt. Daarbij gaat het over het onderwijs van Paulus over de zondigheid van de mens en de gerechtigheid van God. Zij willen Paulus dergelijke woorden in de mond leggen, als zou hij zoiets gezegd of bedoeld hebben. Op een dergelijke spotternij heeft Paulus maar één antwoord. Deze mensen verdienen het oordeel. Dat wil zeggen, zij zullen terecht door God worden veroordeeld. De tegensprekers hebben ongelijk en bovendien heeft Paulus zoiets nooit beweerd. Het goede dat uit het kwade zou voortkomen, is de bevordering van Gods heerlijkheid. Maar de zonde van de mens laat juist Gods rechtvaardigheid duidelijker uitkomen. Paulus verkondigde juist dat God de zonde niet door de vingers kan zien en daarom zonde moet oordelen. De zonde roept om het oordeel van God. Juist omdat God een rechtvaardig God is, kan hij de zonde niet ongestraft laten. Het evangelie van Jezus Christus is dat God de zonden van de mensen op zijn eigen zoon Jezus Christus legt juist omdat god de zonde niet ongestraft kan laten een andere optie had geweest dat de mens die zondigt zelf verzoening doet voor zijn zonden maar daarbij is het probleem dat de verzoening die een mens vanuit zichzelf aan god wil aanbieden niet toereikend is en daarom geen verzoening is de schrijver van hebreen gaat in hoofdstuk 9 dieper op dit probleem in en komt tot de conclusie dat er maar één volmaakt offer voor de zonde is namelijk Jezus Christus na een toelichting op de oud-testamentische offerdienst komt de schrijver van Hebreën tot de volgende conclusie. Deze was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem, die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleeselijke verordeningen, die opgelegd waren tot op de tijd van De betere orde. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de beloften van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Romeinen 3, vers 9 Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. De vertalingen lopen uiteen bij het begin van dit vers. Maar de betekenis van de tweede helft van vers 9 levert geen enkel probleem op. Paulus heeft tevoren de Joden en de Grieken, de niet-Joden, beschuldigd dat zij onder de zonde zijn. Daarmee bedoelt Paulus met zonde niet de zonde in de vorm van een enkele overtreding. Maar de zonde als een macht die over de mens is gaan heersen. In vers 9 komt de apostel terug op de vraag in Romeinen 3, versen 1 en 2. Paulus vraagt opnieuw, maar met andere woorden, wat de jood dan voor heeft op anderen. Of wat het voordeel is van het besneden zijn. Met andere woorden, is het dan niet belangrijk om jood te zijn? Het antwoord is nee, absoluut niet. In sommige opzichten hebben de Joden voorrechten boven de heidenen. Zie vers 2. Maar ondanks hun voorrechten zijn de Joden, net als de Heidenen, onderworpen aan de zonde. Onderworpen aan de zonde betekent minstens vier dingen. Ieder mens is van nature een zondaar. Er was maar één mens na de zondeval met een zondeloze natuur en dat was Jezus Christus. Omdat een mens van nature een zondaar is, is hij of zij ook een zondaar door verkeerde daden. Deze daden klagen een mens aan en verklaren hem of haar daardoor schuldig. Daarom is een mens ook een zondaar door beschuldiging. Alles wat een mens kan nalaten, is onder de zonde. Dat wil onder andere zeggen dat alles onvolmaakt, gebrekkig en niet toereikend is. De volgende uitzending lezen we verder in Romeinen 3. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Ann Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.